Oh jee. Je ziet er een beetje zo. Zie je van mij wat echt? Eerste indruk. Hey! Snel, snel, snel! Zet maar interviews in je. Dames en heren, jongens, dat klinkt gewoon echt niet. Het klinkt niet. Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Jongens en meiden, klinkt toch echt 10 keer beter. Sorry, het spijt me. Ik ga het niet veranderen naar dames en heren. Maar, jongens en meiden, een hele goede morgen. En welkom weer terug hier bij een nieuwe... Goedemorgen jongens en meiden en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Ik ben net lekker aangekleed. Ik heb mezelf lekker gedoucht. Ik heb een van mijn favoriete broeken aan. Kijk ze. Hoppa, van Carhartt is deze weer. Echt zo'n chille cargo broek. Ik heb een lekker truitje aangedaan en ik ben eigenlijk aan het wachten op Alex en op Melanie. Die komen namelijk straks hier naartoe. Ik moet volgens mij wel Alex even ophalen vanaf het station. Maar wij hebben een hele drukke, onverwachte en gekke dag misschien wel op de planning staan. Oh, ik ben zo blij met deze hendel. Oh, zo, dat was wel heel hard. Oh, oei, oei. Er hoort een remsysteem op te zitten. Ja. Oh, ik sloop bijna die deur. Maar deze hendel is echt helemaal top. Het enige wat ik echt gewoon nog wil is die deur naar buiten hier. Zodat ik hier lekker de tuin in kan lopen. Deze hele verbouwing is echt een debakel. Verschrikkelijk. Om gestoord van te worden. Maar om even mijn woede maar weg te spelen. Ik begin deze dag gewoon even met een potje FIFA. Ik moet namelijk wachten. Ik moet 40 minuten wachten. En ik heb niks te doen op dit moment. Dus we gaan de dag even lekker beginnen met een online potje FIFA. Ik moet dus ook zeggen dat ik best wel weinig game. Ik neem er gewoon echt de tijd vaak niet voor. Ik denk dat ik binnenkort ook aan één van jullie maar eens even een PS5 ga weggeven. Het lijkt me ook wel leuk. Want die zijn nu eindelijk weer verkrijgbaar, die dingen. Die waren heel lang gewoon echt niet verkrijgbaar. Wie heeft op mijn account gezeten? Wat is dit? Verloren, 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 verloren. Wat? Wat? Wie is dit? Wie heeft dit gedaan? Ik schep altijd op in een vlog over, oh, ik ben super goed in FIFA. Ik ben ook goed, maar dit heb ik... Dit... 5 minutes later. Grapje! Ik had die dus al... Oké, ik speelde met deze controller net, jongens. Ik had die dus al een keer een controller kapotte controller liggen. Zo, ik ben spraakgelijk vandaag. Wow, yo. Dat is wel handig. Je kan dus gewoon met deze gooien, zeg maar, als je boos bent. Die is toch wel kapot. Ik heb dus ooit een keer een marktplaats artikel gezien van iemand die verkocht zijn kapotte controllers. Zo van, nou, als je dan je controller niet kapot wil gooien, dan kan je gewoon een kapotte controller kopen om die kapot te gooien weer. Snap je het nog? Best slim. Oh, jee. Oh. Dat jij nog bij haar in durft te stappen. Ja, ik was wel een beetje aan het trillen. Hey, ik ging zonder problemen die brug over. Nou, dat is wel echt... Ja, ik ben blij dat ik eruit ben. Oh, kijk eens, jongens. Deze hele kras hier. Zo'n hele deuk erin. Dit kan toch niet? Oh, de vel gewoon helemaal meegenomen. Oh, en daar stap jij bij in. Ja, kijk, weet je wat het is? Oh, wat vreselijk. Jeetje. Ja, ik vond het wel een beetje eng. Ja. Melanie Laloy. Ja. Flefla Flifla Floy. Drama. Tita Flifla Floy. Ja. Ja. Broer, ik denk dat... Heb je ooit eens een lint voor me gehad? Of zo? Ik was aan het kakken daarnet en ik zag zo één wit brok in mijn kak. En nu ben ik bang dat ik lint voor. Maar ik heb ook al heel erg buik. Ja. Wat doe jij? Shit, nu staat dat op beeld. Ik wist letterlijk niet dat ik aan het filmen was. Ja, nee, klopt. Ja, dit laat ik erin. Alsjeblieft. Hey. Hey. Ik zat ook al tegen Mel in de auto. Afaya. Lintwormen. Oh, ja. Het is tijd om de deur uit te gaan, jongens en meiden. Oh, er staan wel nog allemaal flesjes en dingen hier zo. Want, wat wij vandaag gaan doen? Wat is het nou, god. Wat? Doe eens even rustig. Nee, kijk, nee is... jij moet je zusje temmen, jij. Moet ik mijn zusje temmen? Want ik zat in de auto en ze zat de hele tijd aan mijn leuter. Ja. Ze kon er niet afblijven. Ik de hele tijd weg. Ja, is dat zo wel? Ja, ik dacht dat het een job was. Thanks, wel een compliment. Oké, nou jongens en meiden. Vandaag gaat Alex een podcast opnemen voor zijn kanaal. Yes. Want...
Doe niet meer mee. Want dat leek ons hartstikke leuk, maar dat gaat hij doen vandaag met ten allereerste Athena! Ja, zo, dat is lang geleden. Ja, man. En Isai, die komt dus ook, maar wij moeten dus nu Athena eventjes ergens gaan ophalen, want ze kon niet helemaal. Waarom ga ik mee dan eigenlijk? Omdat jij, jij doet ook mee met die podcast. Ja, Melanie doet ook mee. Oh ja, en Melanie doet dus ook mee met die podcast. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar zoals ik eigenlijk al zei, Athena is natuurlijk eigenlijk ineens zomaar uit de vlogs een beetje verdwenen. Terwijl ze in die zin best wel vaak in voorkwam. Maar het leek ons dus vandaag weer leuk om een keertje wat te filmen. Nou, eigenlijk omdat jij dus die podcast gaat doen ook. Ja, ik dacht echt wel dat een goede idee ging zijn. Want mensen zijn natuurlijk super benieuwd. Wat voor dingen ga je bespreken in de podcast? Ja, moet je gaan zien, hè? Nee, geef eens één tipje van de sluier. Hoe zij het allemaal ervaren heeft. De laatste tijd. Ja. Als jullie trouwens ook nog één uitspraak kunnen herinneren van Athena, dat is deze. En Melanie wilde je ook heel graag een keer ontmoeten, hè? Dat is echt mijn droom. Dat is letterlijk meer mijn droom dan u te ontmoeten. Letterlijk. Hou je mond. Echt waar. Melanie. Meer Melanie. Ik ben meer fan van Melanie dan van jou. Altijd al geweest. En dat betekent dus dat ze meer fan is van jou dan van mij. Ja. En ze heeft jou nog nooit ontmoet. Nog nooit, nee. Dus jij gaat haar ook ontmoeten. Ja, leuk. Ik ben heel benieuwd. Wat denk je? Ja. Huh? Wat ik denk? Ja. Dat ze super knap is. Wat? Je kamer is in de force. Ik zat te zeiden van zeg iets gemeens. Nee. Nee hoor, grapje jongens. Maar we gaan het straks eens ophalen. We staan alleen nu te wachten voor het stoplicht hier. Helemaal nice. Ja, besef. Ze zet bij mij een tattoo. Hey. Hop. Die wil ze bij mij ook wel een tattoo zetten. Ja, wie weet. Maar toch is ze meer fan van Mel. Hoe kan je een fan van Mel zijn? Even serieus. Toch? Ja, even serieus. Gaf je schatje. Ik weet echt niet waarom ik eigenlijk altijd naar jou toe rijd. Want eigenlijk ben je bent nooit lief tegen mij. Oh ja, maar I love you toch? Nee, het is goed. Oh, zo! Er zit een barst in, hè? Oh. Kijk, oh nee, wacht, het is jouw hoofd. Er werd gecomment dat ik wel wat liever moet zijn voor iedereen. Of kan je het wel hebben, de grapjes? Nou ja, ik vind dat je de laatste tijd sowieso wel veel shit doet voor mij. Dus. Ja, ik heb echt veel voor je over. Ja, dus ik vind sowieso wel dat je wel heel lief bent. Ja. De achterkant van deze vrachtwagen is een beetje hoe mijn toiletten volgens zag. Bij mij zit er nog steeds zo. Ja? Nou, oh, nice. Ja, als je een lintworm hebt. Ik had die verlangens nog naar jou. Om me niet te laten gaan, voelde als een wedstrijd. In januari zag ik jou nog als mevrouw. Ik zag trouwens ook iemand van jullie vragen in de reacties. Jill, hoeveel kilometers heb je op je Porsche staan? Nou, daar komt ie. Kijk eens aan. Naar links zie je het staan. 28.862 kilometer heb ik er nu op staan. Dus we gaan bijna naar de 30. De 30.000. Ik kocht hem op 15.000, denk ik. 17.000, zoiets. Dus dat betekent ongeveer 11.000 kilometer in 3 maanden, jongens. Nou, dat valt nog wel mee, volgens mij. Voor mij doen. Oh, ik ga België weer afkraken, jongens. Sorry, maar dat asfalt in België is zo slecht. Ook met regen en afvoer en alles. En kijk, dan hoe het helemaal opsplasht hier zo. Dat is echt... Dat ligt echt in België, hè? Ik zweer het. Ja, het is echt gevaarlijk. Ja, je ziet gewoon heel weinig. Ja, tenminste, kijk, nu valt het wel mee. Maar stel je vooral ook nog eens nabij hard regent. En ik wil echt... Ja, en donker is. En ik wil echt België niet afkraken. Want ik vind België voor de rest echt een leuk land. Maar dit kan echt niet. Oh. Is je België een leuk land? Hè? Huh? Is je België een leuk land? Ja? Antwerpen is leuk. Er is niet. Oh. Wow, kijk uit, hè. Kijk uit. Ja, nou ja. Daar sta ik op. Nu ga je weer Vlaamse mensen over je... Antwerpen is letterlijk de enige boeiende stad van België. Nou ja, jij kan het wel zeggen. Want jij bent zeg maar verhuisd. Van België naar Nederland. Klopt. Ik ben wel blij dat ik in Nederland woon. Dat moet ik zeggen. Ja, topland. Ja. Wij komen over een kleine half uurtje aan, jongens. Ja, rij even door, joh. Rij even door, het is trajectcontrole hier zo. Ga jij de boete betalen? Nee. Melanie en ik zijn in een buisje gespoten, zeg maar. Ik zie Meza in Gent. Melanie en ik zijn daar verwekt. Dus niet onze papa en mama hebben daar niet zeg maar, een leuke avond gehad. Ja. Maar we zijn daar verwekt met het buisje. Wat is nou echt een Vlaamse stad, een Belgische stad waar ik een keer heen moet? Laat het achter in de reacties, jongens. Sowieso Gent eigenlijk een keer. Daar moet ik gewoon heen. Nee, Gent is niet zo boeiend. Nee? Ik denk dat Brugge dan leuker is. Denk ik. Ik ben nog nooit in Brugge geweest. Oké, dat ook niet. Zie je eentje, jongens. Kijk, ik zie echt weinig, man. Oh, yo. We zijn er bijna, jongens. Ze gaat hier ergens instappen. We hebben een 1,5 uur gereden en de navigatie geeft 1 uur en 44 minuten terug aan. Ja, wat keek mij aan? Ja. Gelukkig kan ik goed rijden, ja. Kan jij goed rijden? Ja. Oké. Okay. Vandaar dat je ongeluk gemaakt hebt. Oh, yo. Oh, yo. Oh, yo.
Oh, oké. Okay. Gelukkig, dat was niet hier. Nou, Mel, ben je klaar voor je eerste ontmoeting met Athena? Ja. Ja? Zeker. Zijn we klaar voor, is de vraag? Weet niet. Misschien gaat ze wel huilen. Dat zou wel kunnen, hè? Ja. Daar is ze, daar is ze, daar is ze. Oh. Jongens, wat een spanning, wat een spanning. Oh, de deur is op slot. Is die open? Ja. Hey! Hey! Is die nog een beetje zo? Hallo! Thank you, kom terug even naar boven hoor. Hey! Hallo! Hi! Leuk je te ontmoeten eigenlijk! We hadden eigenlijk verwacht dat je ging huilen. Straks! Als de camera uitgaat of niet? Ja. Hallo! Nou jongens, en nu is het 1 uur en 44 minuten terugrijden. Yes! Yes! Nice. Super veel zin in! Hoe is het ermee? Hoe is het leven? Goed. Ja, heel goed eigenlijk. Ja? Ja, ja, ja. En bij jou? Ja, goed. Ja? Lang niet gezien. Ja, inderdaad. Wat vind je van mij wat echt? Eerste indruk. Ja, super mooi. Supermooi. Wat vind je van Athena? Ja, ook super mooi. Ja, echt wel. Wat vind je van Alex? Ja, ook een lekker ding. Ook een lekker ding, ja. Zullen we trio doen? Wat lach je nou? Ja, nice man. Lekker man. Hoe voelt het nou dat je gewoon een keer voorin mag zitten? Ja, ik vond het, ja, goed man. Je wordt gewoon niet naar de achterkant gepannen. Ja, bedankt. Tot wanneer? Ja, wat wil je met dat zeggen? Pijn man. Wat? Nee. Mij mag je voorin. Ik wil wel met jou achterin anders. Met wie wil je liever achterin? Met Athena of Melanie? Ja, ik kan ook. Ja, ga gewoon in het midden, bro. Weet je wat plofzakken is? Plofzakken? Wil je het kindvriendelijk houden alsjeblieft? Dat is gewoon die hoed van Kabouter Plop. Wat het echt is, plofzakken, als je met je lul en hoed bad. Nederland! Hey, zo, we zijn er weer. Yes! Yes, yes. Ja. En blijkbaar reden we dus de hele tijd op de trajectcontrole. Je reed te snel. Ik reed veel te snel. Ja. Helaas. Pillenkaas. Hey! Hi! Wij zitten gezellig achterin. Ja. En we komen dus echt net achter. We zijn nu onderweg naar Den Haag. Maar we zijn nu bij de brug waar onze ouders wonen. Wil je onze moeder ontmoeten? Ik denk echt te veel stress van. Jawel, dat wil ze wel. Sowieso. Kom maar even de afspraak. Wacht, ja, Alex. De podcast van Alex. Ja. Inderdaad. Hoeveel luisters heeft hij nou? Oh! Nee, geen. Oh, yeah. I love you, baby. I love you. Hey, valt het jullie op dat jullie filmen jullie is? Dat allebei een paardenstaartje hebben. Ja! Oh! Ja, ik hey! Nice. Ik had echt vet haar vandaag. Jij ook? Ja, nee. Oh. Ik wel. Ja. Ik dacht, ik ga het even sleeken, want ik heb het echt al een week niet gewast. Zal ik het sleeken? Ja. Zo heet dat. Laat maken. Ja, nice. Oké, maar gaan we naar Oude Tong of niet? Nee. Nou, volgende keer dan Athena. Ja. Kom. We kunnen ook naar de podcast gaan. We gaan even een kleine tussenstop doen, want we moeten even wat eten gehaald worden, jongens. Aangezien we al zo super lang aan de weg zitten. Besef je dat, hè? Allemaal voor jou. Allemaal voor jou. Ja. 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 Hoe is het leven, meid? Gewoon zo die. Nee, het is wel leuk. Het is leuk. Ik ben naar school gegaan. Ik doe acteerles. Ja? Het is leuk met mijn vrienden. Het is leuk in de klas. Het is leuk. Ik vind het eerlijk gezegd nog steeds, en dat zeg ik wel, ik vind het wel gewoon echt lijkt dat je gewoon nog steeds je socials niet hebt opengegooid. Ja, behalve TikTok dan. Ja, oké, okay, maar behalve TikTok, nee. Zeg maar, je had lijpe FEMO kunnen pakken nu. Dat heb je niet gedaan. Dat vind ik wel. Nee, ik zou het echt niet kunnen, denk ik. Ik denk, met de aandacht die ik nu al heb, waar ik heel dankbaar voor ben, maar zo op straat en zo, nee, ik zou het niet aankunnen om jouw leven elke dag te doen. Ach ja. Ach ja, ach ja. Oh, ben je zenuwachtig voor de podcast? Een beetje. Alex heeft vragen op het dag, jongen. Oh. Ja. Nee, gaat echt al? Nee, natuurlijk niet. Nee, het valt wel mee, jongens. Het valt wel mee. Een lekkere panini. Oh, daar komt iemand. Hoi. Je had water? Ja, tuurlijk. Je had water? Jij komt uit België, of niet? Ja. Ah. Ik ga naar de deur halen. Oh, echt? Wat leuk, man. Ja, mijn mama is vanaf naar de wc. Moet ik hem even maken? Ja. Top. Dankjewel. Doei, doei. Ik zei dus net tegen Athena dat ik het wel oprecht knap vind dat ze nog steeds de socials niet had opengegooid. Ze had er eigenlijk al, je had al een lijpe influence carrière eruit kunnen halen, denk ik. Ik denk dat je echt al betaalde deals had kunnen krijgen. Mm-hmm. En dan overdrijf ik niet. Mm-hmm. Meer dan jij. Ja, nee, dat is sowieso. Ja, je hebt echt fucking miljoen. Een zuurtje, vind ik.
Ja. Mm-hmm. Ja. Ja, op zich wel. Maar zoals ik al tegen Melanie net zei, ik zou het echt niet kunnen. Maar we zien wel. Ja. Hoeft niet elke dag te posen. Nee, natuurlijk. Nee. Wat? Niks meer. Het is nog steeds een uur rijden. Jeetje. Maar het is wel gezellig. Is het ook gezellig achterin? Ja, super gezellig. Ja, op de telefoon en broodje eten. Ja. Even een van. Valt ze tegen nu je dan langer naar. Nee, echt veel lekker. Waarom ben je eigenlijk zo meer fan van haar dan van mij? Ja, dat zitten die meisjes dingen. Make-up doen en haren doen en ja. Ja, wel grappig dat jullie toevallig dezelfde haarstijl hebben vandaag. Ja, dat is wel echt toevallig. Misschien ben ik gewoon geïnfluenced door haar. Oeh, Melanie, je bent echt de influencer. Nog 22 minuten, houden we het nog voor, meiden? Ja. Zo, wat zijn jullie mooi zo in het zonlicht. Dank je. Ja, wat een knappe dame zit hier. Ga ik een beetje snoepen. Dat is geen nee. Dus dit is hoe je dat doet op die zakelijke meetings. Ja, daarom ben ik het nooit. Ja, Athena, we hebben het je nog niet verteld. Dit is eigenlijk een zakelijke meeting voor Alex. Ja? Ja. Komt die eindelijk... Met jou, hè? Ja. Oké, okay, is goed. Ja. Interesse? Of niet Chat en Bol, hè? Even, hè? We gaan poepen in het bos. Poepen. Eh? Poepen in het bos. Zo, pik, maar besef dat hij... Wanneer is hij vertrokken? Ah, ja, maar wij zitten... Het is 6:00 s'avonds en wij zijn ook om 2:00 vanmiddag vertrokken. Ja. We zitten al 4:00 in de auto. Maar wij zijn heen en terug gereden. Ja, hij is alleen heen gereden. Hij heeft holy dezelfde shit. Tijd. Damn. Is hij? Nog een kwartiertje en we zijn er. Wat zei? Wel anders zo'n ketting. Ja, inderdaad. Eindelijk, jongens. Eindelijk. Ja, even zijn podcastspullen les met het ophalen. Wat een voorbereiding. Ja, echt... Goed van mij, hè? Ja, heerlijk. Lekker bezig, bro. Kijk eens, mooi. Hey, jongen. Zo. Je stond daar voor de deur te wachten, zeker? Ja, het is koud, man. Oh, andere, hoe lang sta je hier al? De 5 minuten. Oh. Ik dacht, hij staat hier 1,5 uur al. Zeker. Bro, even rustig. Blijf van mijn zus af, oké? Dit is Athena. Hoi. Hoi, jullie kennen elkaar natuurlijk al. Ja, sowieso, bro. En, wat vind je van Alex opgeruimd huis? Ja, het is echt netjes. Huh? Het is echt heel netjes. Ja, vind je? Oh, staat om ons te bedanken. Zie je voor mij? Omdat ik als een lieve vrouw ben. Nee, je maakt het fattig, toch? Nee, echt, dat zijn we jou. Nee! Jawel! Echt? Ja, dat zijn we jou. Weet je? Nee! Ja, jawel, dat zijn we u, ja. Waarom? Echt waar? Omdat je meedeed aan de podcast. Nee! Oh. Ja. Ja, dan moet je dat in benen op. Ja, sowieso heb je deze van je maag gekregen. En daar heb je helemaal niks aan. Nee, maar je mag ze oprecht wel hebben. Ja, deze gaat al bijna dood. Hij zegt, wel lief. Hij zegt dat je mag ze wel hebben. Ja. Je mag wel. Nou, ik was echt helemaal blij, maar okay. En daar komt de volgende gast. Hey. Hey. Waar is hij weer? Gio. Hey! Zo. Nooit gedacht dat ik met jullie aan tafel zou zitten. Je zat gisteren nog aan het. Oh ja. Maar dit clubje, zeg maar zo. Zo ja. Hè? Ja. Een paar weken geleden, wie had dat gedacht? De podcast is eigenlijk bezig. Jongens, hoe gaat het? Ah. Nee. Zijn jullie weer vriendjes? We zijn nooit niet vrienden. Of ja, we zijn... Oh, wat zeg je? We hadden nooit ruzie. Ik dacht dat jij het wat later... Nee. Het is wel gezellig, hè? Ja. Zeker. Ja? Wat vind je van ze? Goeie gesprekken. Huh? Wat vind je van ze? Ja. Wat is je eerste indruk van hem? Ja, wel aardig. Ja? Als je allemaal online had gezien, had je wat anders gezien. Hij wist dus niet dat het mijn zus was. Wat is je eerste indruk van mijn zus? Of gewoon jullie... Waarom altijd zetten? Voor een aardig meisje. Oké. Ze zijn lekker wat onderwerpjes aan het bespreken. Noem eens één ding, wat hebben jullie ook weer besproken net? Boef. Bang bang. Bang bang. Oh, jij bent boef fan, hè? Ja. Ja, dat hebben we gezien. Ja, oké, ze gaan weer verder. Succes. Ik moet nog beginnen. Ah, ik moet nog beginnen. Ja. Oké. Ik kan wel over geld praten, maar niet in... Kan je hoeveel vlagen zeggen? Ja. Hoeveel dan 10 kap maand? Nee, wel lager. Echt? Ja. Ook al meer wel. Ja. Maar eigenlijk maar heb je juist afbetaald? Of is het nee, ik heb gewoon hypotheek. Oh, oké. Maar het verschilt inderdaad heel erg per maand, want nu de eerste paar maanden zijn gewoon rustig met samenwerkingen. Maar nu komt het wel weer en dan verdien ik wel meer dan 10k per maand. En dat is gewoon zo bijvoorbeeld kleding? Kleding, maar ook gezichtsproducten, dat soort dingen. Eigenlijk alles wat. Wat vind je?
Ja. Oké, okay, ik ga niet vooral vragen van hoeveel krijg je per samenwerking, want... Nee, maar dat verschilt ook heel erg. Verschilt ook heel erg per bedrijf en budgetten en dat soort dingen. Wat je ervoor moet doen. Oh, oké. Okay. Maar je hebt een management die dat volgens mij voor jou... Management, ja. Gooi alles op tafel. Nu mag je alles zeggen. Je mag zelfs Gio's. Als er iets tussen jou en Gio's, mag je het zeggen. Nee. Daar is niks tussen. Nee. Is er iets geweest? Cap, want ik... Er is cap. Wees gewoon eerlijk nu. Wou je Gio? Nee, dan niet. Niet zo. Ja, ik weet het. Ik weet gewoon zeker dat je helemaal... Nee. Ik weet gewoon 100% zeker, en ik heb niets met Gio hierover gepraat, ik wou het helemaal gewoon niet vragen, maar ik weet gewoon dat je Gio hoort, snap je? Nee, dat is nooit zo in mijn hoofd. Zou je met Gio daten? Met alles er rond? Nee. Hoe moet alles er rond? Gewoon het dingen... Het leven van Gio. Het gaat terug naar de eerste vlog. Ga terug naar de eerste vlog toen je bij hem in de auto. Maar zo was dat helemaal niet. Dat was echt puur. Ik was gewoon echt zo'n. Wow, dat is Gio Latoroy. Daar heb ik het helemaal niet over. Ik heb het over. De eerste vlog, dat is mijn. Ja, maar ga terug naar de eerste vlog en toen er nog niks was gebeurd. En jij wist niet dat het zo. Dat jij ging ontploffen, zeg maar. Dat hij, je toch, samen met jou iets werd. Zou je met hem daten op dat moment als hij dat vroeg? Nee. Cap! Dit is zo'n cap, Athena. Waarom is gewoon eerlijk? Dan ben ik eens eerlijk. En ja, maar dat heb je. Heb je ooit iets gedaan met Gio? Ja. Gezond. Ja. Yo, primeur! Dit is een primeur letter, hè? Dat is algemeen bekend. Ja. Dat is zoen in de club. Ja. Dat is algemeen bekend. Ja, maar, ja, ik vroeg, kijk, maar zo is zij. Dus ik vroeg haar laatst, toen de eerste keer wij afspraken, kwam ze naar een feest van een vriend. Is dat normaal? Maar toen was dat nog niet bevestigd. Dus ik zei tegen haar, heb je gezoend? Want die staat in de club. Dus ik heb een filmpje gezien van dat je in de club zat te zoenen. Zei ze tegen mij, nee, ik heb niet gezoend met hem. Kijk maar die video terug, je ziet niet dat we zoenen. Is dat normaal? Hoezo? Ze moet echt dat je zoen met Gio. Ja, nee, tuurlijk niet. Maar het is, ik denk gewoon op het begin, niemand van ons weer dacht daaraan. Kan ik wel goed maar we hebben zo... Zij van Eterfien, hoe zoen Gio? Wauw. Ja, ik ben benieuwd. Zij van Eterfien, ja, eerlijk. Ja, een 9. Wow! What the fuck? Je komt aan dat je komt! Kom zo, W, 9. Bro, je ziet het. Heb je tips, zeg maar. Tips voor wat? How to use the tongue good. How to score 9. Weet ik veel, dat is gewoon gevoel, toch? Dus vertel, wat doe je met je tong? Twee keer naar links, één keer naar rechts. 9, even serieus, een 9. Een 9 is wel, hè, ik. Ja, dat is wel echt overdreven. Dat is overdreven. Oh. En als ik aan haar vraag, zou je daten, zegt ze nee. Nee. Waarom niet? Omdat ik denk dat we... Privé, stel je voor privé. Gio zegt tegen niemand... Nee, ja, maar als ik mijn mening geef, zeg je nee, dat is niet waar. Ik weet dat het niet zo is. Ik weet gewoon dat... Maar waarom denk jij dat het niet zo is? Waar baseer jij dat op? Ja. Ik weet gewoon. Ja, maar hoezo weet je dat? Weet jij het? Zeg maar, wat denk jij daarover? Zou ze daten? Ja, ik kan dat niet zeggen, dat is mijn tweelingbroer. Ja, daarom... Hoezo? Ik ben dat vaak daarom kan je het wel zeggen. Ja, ik zou Gio wel daten. Nee, als het niet mijn broer zijn, Gio is gewoon een knappe jongen. Nee, toch? Maar ik heb het over tussen haar. Denk jij dat zij zou daten met Gio? Daar heb ik het over, niet jij. Ja, maar nu gooi je het op mij, ik vroeg het jou. Ja, ik weet zeker dat zij met hem zou daten. Ik weet gewoon 100% zeker. Maar hoezo weet jij dat zo zeker? Denk je dat zo zeker? Ik denk kom dat dan niet. Met argumenten. Ik denk dat niet, ik weet het. Ja, maar hoezo weet je dat? Snel! Waar, kapot! Ah, komt de brandweer anders? Ja, komt anders de brandweer? Nee, ik was iets aan het koken en dat ding ging aan. Ik schrok mij dol. Het gebeurt al vaker, of niet? Ja. Opnames zitten erop, jongens. Ik heb het gloedheet hier binnen. Het is ook echt scheid warm in dit hok. Ja. Hey, ik heb ook nog één vraag. Dat stond heel vaak in mijn comments. Heb je spijt van het tattoo? Nee, helemaal niet. Echt helemaal niet. Het is steeds echt mooi. Yeah. Jij spijt van de tattoo. Ja, ik wel, maar ja, dat... Nee. Ik heb er ook zeker geen spijt van. Nee, tuurlijk niet. De groeten. Bye bye. W. Mijn lieve vriend. Bonjour. Wanneer komt het online? Het komt... ik ben even aan het kijken. Dus zeg maar 3 april. 3 april. Op een maandag om 5 uur. 5 uur? Ja. Zo. 3 april 5 uur. Spannend. Ja. En hebben we al spijt van dingen die we gezegd hebben? Nee joh. Nee? Nee joh. Weet je zeker? Heb ik het goed gedaan? Ja. Ik denk het wel. Heb jij spijt? Stuur even door dan. Nee. Nee, geen spijt? Er zijn wel echt dingen besproken, hè? Ja. Er zijn wel echt... Ja. Ben je blij dat je verhaal een beetje hebt kunnen doen, zeg maar, natuurlijk? Ja, over boef sowieso.
Ja. Oh, het hele boef al. Ja, sowieso. Ja. Ben ik wel heel blij om. Als Alex er alles in houdt. Nee, jij. Wat deed hij? Hij staat met zijn riem. Wat heb jij nou weer gedaan? Even zo, maar dat is vrolijk. Dat was zijn riem. Oh. Nee, we gaan het zien. Er zijn leuke dingen besproken. Het was explosief, veel drama. Je hebt veel drama. Ja, man. Ja, maar het is voor jou moeilijk om best wel je verhaal te doen, zeg maar. Omdat je gooit je socials niet open. Dus je kan moeilijk reactiedingen gaan maken of iets. Maar. Nee. Oh, ja? Misschien als dit helemaal opblaast, dat ik toch mijn verhaal ga moeten doen. Nee, ik denk dat wel, ik denk dat het wel goed is. Ik denk wel dat het opblaast. Dit. Denk je? Ja, sure. ja, hey, jij hebt dus elke keer gezegd dat als dan aflevering 100.000 views haalt... Ga je dat voor mij laten zetten? Wat doe je? Wat hoop je op deze aflevering? Met Milo heeft ook 100.000 views gehaald. Ja, maar hoop ik. Ik hoop op 200.000 natuurlijk, maar... Je doet eens 200.000 weergaven op deze podcast. Dat zou wel mooi zijn. Wat denk je dat hij gaat halen? 200.000. Minimaal. Ja, zeker. Ik ship jullie. Jij ship iedereen. Ik ship dit gewoon. Ja? Wow. Oh, je bent echt klaar met mijn camera. Wauw! Hey, dat is mijn cammy, man. Je lult. Ja, dan pak ik deze ook. Ja, dat neem ik. Is het voor jou? Die was ik kapot. Nee, hoor. Harder dan. Gooi uit het raam nu. Het raam staat open. Gooi door. En zo zitten Mel en ik weer in de auto, jongens. Nou, het was hartstikke gezellig, hè? Ja, het was heel leuk. Ja, jongens, we hebben echt een leuke podcastopnames gehad. Het was allemaal super gezellig om te doen. En ik denk dus wel dat heel veel mensen nu kritiek gaan over hebben van... Hey, waarom chill je weer met Athena, bla. Maar jongens, alle drama die zeg maar op het internet ontstaan is... die is echt meer door het publiek gecreëerd dan dat er onderling door iedereen is gecreëerd. Kan ik ook wel eerlijk zeggen, denk ik. Zeg maar, uiteraard heb ik... Ja, dit besproken met Jade, dat bespreken we natuurlijk allemaal. En, zeg maar, daar is niks of whatever wat aan de hand. Het was gewoon hartstikke gezellig. En Alex wilde dit doen. En het was gewoon leuk, toch? Zeker. Ik had Athena ook nog nooit in het echt gezien. Nee, maar ik weet zeker dat er heel veel mensen natuurlijk nu helemaal raar gaan opvatten. Of verkeerd gaan opvatten. Maar dat is onderling, zeg maar, privé is dat helemaal niet gaande. Of spanningen of whatever. Dus... Mensen gaan weer af van alles speculeren, inderdaad. Dat denk ik. En meningen hebben, maar ja. Nou ja, meningen die mogen natuurlijk uiteraard gedeeld worden, maar... Zolang we het allemaal zelf het beste weten. Ja, hoe het gaat. Hoe het gaat, dat is het belangrijkste. Het was gewoon gezellig en je kan normaal met elkaar omgaan, dat is gewoon dikke prima. En nu gaan we dus op naar huis. Beetje ongebruikelijk neergezet, maar dat kon even niet anders. Want jij staat met je dikke waggy daar zo. Ja. En daardoor kon ik de draai niet maken. Nee. Maar dit is wel handig, want... Kan ik wel gelijk uitdraaien? Hey! Snif! Hey! Oh. Kijk hem! Hey, Drift! Oh. Schattie! Oh, de kapoek ook! De poek achter je! Hey! Oh, kijk dan hoe schattig dit! Ah, snel naar binnen. Let's go. Zeg maar alsjeblieft dat je wat meegenomen hebt van de McDonald's. Nee. Ah. Ja, had het even gezegd dan. Alex heeft niet voor eten gezorgd deze avond, potverdooi. Dat is kattenpoep, ja, dat moet even opgeruimd worden. Misschien kun je dat eten. Oh, lekker. Jongens en meiden, dit was ook de vlog van vandaag. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken in deze vlog. Melanie is naar huis, ik ben nog over met Ricardo, hier zijn we eigenlijk pittig. Dus jongens en meiden, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog. Morgen om 30:30 komt uiteraard weer een nieuwe online en we gaan bijna naar Ibiza. Helemaal top. Jongens en meiden, bedankt voor het kijken. Tot morgen en ik zeg...